We zeiden het net al, op de vlakte vinden 250 mensen de dood. Maar niet alle verzetsmensen die vastzitten in het Oranje Hotel worden vermoord. Er zijn er ook die overgeplaatst worden naar andere gevangenissen en het overleven. Zij keren na de oorlog terug naar huis, met het besef dat ze veel van hun verzetsvrienden zijn verloren. Zo ook Arie Hollaar. Mijn vader die maakte tekeningen om de spoorlijn te saboteren. Ja, verzet. Wat ik weet is dat hij een van de eerste geuzen was. Wat hij inderdaad faciliteerde. En dat dus in zijn woning de bijeenkomsten waren. Dat ze al vrij snel zijn verraden. Nou, en dat hij dus opgepakt is. En ik zag mijn vader met die Duitsers de auto ingaan. En ik heb mijn vader alleen nog maar één keer teruggezien in de gevangenis. Want mijn vader is al daarna al vlug naar Duitsland getransporteerd. En die werden doodgeschoten op de Waggelsdorpen vlakte. Nog een uur kreeg hij de kans om zijn vrienden, hè, ja, sterkte de mensen. En dat heeft hem ontzettend veel gedaan. Ik kan me heel goed voorstellen dat hij daar ook een schuldgevoel over gehad heeft. Zo van, joh, waarom ik niet? Waarom zij wel en ik niet? Wat mijn vader meegemaakt heeft in die 4,5 jaar, mag ik het zeggen dat ik dat nog erger vond wat hij meegemaakt heeft als die doodstraf. Mijn vader is gemarteld. Eenzame opsluiting, de angst wat ons zou overkomen. Hij liet een gezin achter. Naar de Waldorfse vlakte, daar wil ik ook niet heen. Ja. Wat dat inderdaad met die mensen gedaan heeft die daar gelopen hebben. En ook dat mijn opa daar ook had kunnen lopen. Dodenherdenking op de Waalsdorpenvlakte. De plek waar de traditie van de dodenherdenking in Nederland precies 75 jaar geleden begon. De boedonklok, die nu nog luidt, zal zo meteen worden stilgezet. Dan volgt het eresaluut en wordt de tap toegespeeld. Vervolgens is het 2 minuten stil voor alle mensen die zijn omgekomen door oorlogsgeweld.
De klok is weer gaan luiden. Normaal gesproken mag nu iedereen langs het monument lopen, maar dat kan ook dit jaar niet. Er worden wel een paar kransen gelegd door de leden van het erepeloton, de burgemeester van Wassenaar, en door vertegenwoordigers van diverse stichtingen en organisaties.